Hotel zitten weer in het, ja, het auditorium. Ja. Niet oude. Audi. Ja, 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 bij de schilderijwand. Ja. Ik heb een leuk schilderij uitgekozen om het vandaag over te hebben. Ja, ja, ja. Ik, ooit heb ik deze de keuze gemaakt voor de schilderij in deze wand. Oké, okay, dit is jouw collectie. Ja, het is mijn keus. Mijn keus. En dat is dat het een beetje bij elkaar past, dat de afmetingen kloppen en dat het een beetje chronologisch is. Heel pragmatisch. Ja, heel pragmatisch. Maar ook wel probeert een beetje variëteit, landschapje, personen. Deze wand, het gaat over Twente, hè? Dit zijn allemaal ja, Twentse. Ja, precies. Dus allemaal Enschede, Twente, hoe ver gaat het? Ja, gewoon Twente. Twente, ja. Oost-Duits, of oostelijk deel, Oost-Nederland plus Duitsland, ja. De grensgebied. En jij neemt ons mee naar een van deze schilderijen? Ja, dat vond ik leuk, want ik heb wat landschapsdingetjes, wat huis Hengelo zit ertussen, wat boerderijtjes. En toen vond ik dit kerkje. Ik denk, ik kom de fietsen wel eens langs. Johanneskerkje uit Twekkelo. Oké, dit is het Johanneskerkje uit Twekkelo. Ja, dacht ik, oh leuk, die hang ik ertussen. Ja. Ik bedoel, daar is wel een leuk verhaal. Een trouwerij, ja. Een Johanneskerkje. En hang ik ertussen, want het is sowieso echt een leuk plaatje. Het is best een goed schilderijtje eigenlijk. Maar de Willem Brakman, de schrijver. Ja, dat is een schilderij hier van Willem Brakman. Die heeft dit gemaakt? Ja. Hè? Ja, en hij was dus een verdienstelijk schilder ook. Nou, dat blijkt, ja. Ja. Maar sterker nog, hij was een schilder die hier in Twekkelo heeft rondgehobbeld. Boekelo woonde hij. Boekelo. Ja, hij woonde in Boekelo. Hij kwam veel in Enschede. En in Boekelo? Ja. Dus Brakman heeft een bijna Enschedese leden, zal ik maar even zeggen. Boekelo. Ja, maar, ja, ja. Maar hij is geboren in Den Haag, dus hij is niet oorspronkelijk hier afkomstig. Okay. Maar hij is dus op een gegeven moment volgens mij ook opgeleid als huisarts oorspronkelijk. Oh. En hij is hier naar Twente gekomen. Maar als huisarts? Ja. Oh, maar dan wil ik toch een oproepje doen. Als er nou mensen zijn die, Willem Brakman was mijn huisarts en je hebt een leuke anekdote, dan wil ik dat weten. Dat is nog niet het hele verhaal. Want ik dacht de schilderij, Brakman, ik ging me even verdiepen. En toen, we hebben een hele collectie boeken van Brakman ook in de bibliotheek liggen. En toen zag ik dit boek. Ja, vrek. Ja. Het is op de cover van Anzichten uit Amerika. Ja, dit is het eerste boek wat hij schreef nadat hij de PC Hoofdprijs kreeg. En dit boek heeft hij gebruikt als cover van, voor het boek. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus zijn eigen schilderij als cover van zijn boek? Ja, vond ik heel leuk. En dat wist jij niet toen je dat schilderij ophing? Nee, had ik geen idee. Nee, ik kwam daarachter en toen, wij maken als een afspraak van, we gaan een filmpje opnemen. Ik dacht van, ik ga dat boek lezen en dan kan ik daar wat leuks over vertellen. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het was niet doorheen te komen. Het was serieus? Ja, ja, ga je nou de grote Willem Brakman zitten af? Ja, nou ja, ik hou wel van een verhaal. Ik lees best wel veel en dan liefst ook wel allemaal weetjes en zo van alles nog. Maar ik lees ook wel gewoon boeken met een verhaal van kop tot staart. Ja. En dat is dit niet. Dit lijkt echt wel een stijloefening. En je hebt dus iemand die vertelt een verhaal en dat gaat en soms dan fantaseert hij en dan soms dan is het werkelijkheid. Dat is te moeilijk uit te halen. En dan heb je nog een soort leraar Nederlands. Een soort verteller, dus je hebt de schrijver en je verteller. En die geeft dan om de paar pagina's geeft die commentaar op de verteller van wat hij stilistisch niet goed gedaan heeft. En commentaar op de hoofdpersoon, dat het een labbezak is en dat hij meer dingen dat moet doen. Of dat hij nou heel erg veel fantaseert dat hij hier actie moet maken. Tot nu toe heb je hem alleen maar geïntrigeerd. Ja, en aan de andere kant, ook de manier waarop hij schrijft, het is even wennen, maar het is best wel humorvol. Hoe hij mensen beschrijft met als een eigenaardigheden van hoe mensen bewegen, ja. Hoe ze in een hoekje gaan staan en ja. Dat doet hij best wel mooi. Ja, nou ja, weet je, kunstenaars hebben iets onafvolgbaars en dat moeten we ook vooral zo houden. Ik vind het, ik vind het wel mooi. Ja, en als je een beetje gaat verdiepen in hem, ook in zijn levenswandel en zo, het is toch een ontzettend kleurrijk figuur als je dat ziet. Een het is soort toch Jan Kramer. Ja. Kennelijk is dit toch vruchtbare grond voor dat soort types. Ja. Hey, en nog heel even, want verder over dit schilderij en dat kerkje en dat bruiloftje, weten we daar iets van of is dat in duisteren gehuld? Nou ja, het kerkje zelf is gebouwd in de jaren 50. Ja, nee, maar ik bedoel het schilderij. Waarom heeft hij dit schilderij geschilderd? Nee, ik kon het niet vinden. Nee. Ik heb zelfs zijn biografie erop nageslagen. Staat ook niks over vermeld, ook niet van waarom hij dat gedaan heeft. Het een en ander over het boek wat uitlegt, maar dan snap ik het nog steeds niet.
Nou ja, de conclusie van het boek is dat, dat niks zeker is behalve dat je een keer doodgaat. Dat is wat ik hier uit de biografie begrijp. Oh ja, er is geen spel tussen te krijgen. Ja, ik denk nou ja, als je het zo bekijkt. Ja, ja, dus, ja, nou, we gaan geen metaforen doen. Nee. Die staan volgens mij volop genoeg in het boekje. Ja. Maar ik vind het wel weer een mooi verhaal. Ja. En dit is een beetje bij toeval ontstaan. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Er is niet zeker behalve dat we een keer doodgaan. Ja, dat is wel mooi. Ja.